Welkom bij een nieuwe aflevering van The Lounge, een OHA Leuven podcast waarin we praten over zaken van op en naast het veld. En toen we telkens met twee gasten, en vandaag zijn dat Joël Xingtien en Ewout Pleetings. Uh, heren, welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Fijn uh, dat uh, een beetje, zijn, ja. ja <laughs> een beetje bekomen van uh, afgelopen zaterdag? Ja, dat was een, uh, een match met, ja, met toch wel weer ja, veel, uh, veel gebeurtenissen. Ik um, denk dat we ja, niet zo goed gestart zijn, snel die goal oppakken we Dan echt wel groeiden in de match, um, maar dan met die rode kaart uh, werd het toch moeilijk om echt nog, uh, nog ja, te winnen. Dus, ik denk dat een puntje wat hoogstaalbaar was. Ja, en daarna werd dat puntje ook wel, wel gevierd. Heeft ze dat resultaat wel echt voor een boost in de groep, vinden jullie? Ja, ik denk het wel. Want uh, dat, was, dat was nodig om zeker wel punten te pakken. En ja, ook de manier omdat we met die man waren, dus uh, zeker. Ja, okay. Ik denk dat ook gewoon qua mentaliteit wel. Iets is waar we kunnen verder bouwen. Dat er echt wel gestreden is uh, voor elkaar, dat er gevochten is voor elkaar. Dus ik denk dat dat iets positiefs is dat we moeten meepakken naar de komende matchen nu. Ja. ja, De man die ik meest in de kijkers stond uh, was Tobé nee. Ja, die was, die was echt fenomenaal. Nee. Ja, dat klopt. Ja. Het, is, uh, ja, het is al veel besproken tot vervelens toe bij hemzelf. Want uh, hij was er vandaag zelf een beetje ongemakkelijk bij dat, uh, ja, dat op zoveel nieuwsites en zo over hem hing. Uh, nee. Maar ik denk dat hij dat verdient, dat hij, dat hij echt een zeer goede match heeft gespeeld. En dan mag dat ook in de kijkers staan. Nou, hoe blijven jullie dat dan zo op het veld? Als je voelt dat ja, die is echt wel een, een geweldige match aan het keepen? Ja, ik denk dat als verdediger dat, dat is natuurlijk. Daar ja, helpt ons eigenlijk echt goed veel. Dus dat geeft een soort van boost. Ja, je, hebt, je gaat echt alles geven om die goal niet tegen te krijgen. Dus dat is wel zeer positief. Dus is, ja, het is gewoon leuk als je weet dat er een sluitstuk achter u staat. Waar dat als ze doorgeraken dat er dat nog geen goal is, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat dit weekend totaal niet het geval was. Ja. Heeft dat jullie ook wat extra vertrouwen voor de komende weken? Dat, de, dat hij in jullie rug staat? Ja, zeker wel. Het is, een, het is gewoon een goede keeper. Um, en ik denk dat, ik denk dat het voor hem ook, uh, ook echt wel een vertrouwensboost gaat zijn. Um, en ik denk ja. dat, dat, wij, dat dat voor ons dan sowieso mooi meegenomen is. Ja. Ja, je haalt ons al even aan, een bepaald moment in de wedstrijd wel. Er was een rode kaart voor, voor Richie, je goede kameraad Joel. Ja. Uh, ja, die was er echt wel het hard van in, hebben we gezien. Hè? Ja, uh, uh, zeker ook. Uh, ja, omdat we, uh, ja, als je de tackle uh, bekijkt van het veld, dachten we echt dat het geen rood was en dat uh, ja, misschien de, varging, uh, de beslissing ging wisselen of zo. Maar ja, uiteindelijk bleek het toch een rode kaart te zijn. En ja, ik heb de beelden ook daarna gezien. In de leed toen hij weer naar binnen moest gaan. En, ja. Dat was zeker niet makkelijk of eh, niet makkelijk voor hem. Dus ja, moeilijk. Wat nou, zeggen jullie dan tegen hem na de match of in de bus of zo? Ja, na de match kwamen wij één voor één uh, in de kleedkamer en, en stond hij daar ons op te wachten en echt wel uh, iedereen persoonlijk te bedanken dat we dat we nog een puntje uit de brand hadden gesleept. Um, dat, we, ja, dat, we toch, uh, dat we toch niet met lege handen zouden achterblijven door wat hij dan misschien zag als zijn fout. Um, maar dus dat was echt wel op dat moment dat we die beelden nog niet gezien van net na de rode kaart. Maar als je dat dan ook achteraf ziet, dan ziet je gewoon dat hij er echt wat hard van in was. En, um, ik denk dat niemand hem iets kwalijk nam, want ik zeg het, bij ons was het gevoel dat dat een onterechte rode kaart was. Um, dus ja, niemand neemt hem iets kwalijk. Ja. En uh, ik denk dat zijn reactie gewoon toont dat hij ook het beste voor heeft met de ploeg. Ja, inderdaad, mooi om te zien dat hij er ja, echt, echt mee in zit. Um, ja, pakken een punt op SCVV heeft wel een beetje een boost, maar ja, we zitten nog altijd mee, mm. met 1 op 18 natuurlijk. En wat doet dat met een, met een groep? Dus ja, de voorbije matchen zijn, zijn moeilijke matchen geweest. Had wat te veel topploegen. Um, dan denk ik dat we nu echt wel een match hadden waar dat we op voorhand de drie punten waren gaan halen. Um, ook de, de heen match meegenomen waar dat, uh, waar dat zeer goed ging. We hoopten van, ja, van gewoon zo terug een referentiematch te kunnen spelen. Um, dus ja, het is spijtig dat dan, uh, dat dan maar een puntje is geworden. Um, maar ja, zoals eerder gezegd, dat is dan door omstandigheden. Maar ja, het is inderdaad wel, wel belangrijk dat we ook effectief um, punten gaan pakken. Want het is alleen maar zo dat we kunnen opklimmen in het klassement. Dus dat wordt ja. wel een, uh, een doelstelling. Ja. ja, we spelen nu nog uh, thuis tegen, tegen Cercle, tegen Eupen, daartussen uh, naar Gent. Um, ja, zijn jullie daar al echt al mee bezig van we moeten nu echt wel gaan winnen of proberen jullie dat toch een beetje uh, ik denk wel dat we weten dat dat uh, belangrijke wedstrijden zijn. Maar ja, we moeten ook niet proberen de druk te hoog te leggen. Dat, uh, de, dat kan ook een negatief effect hebben. Maar ja, we, zijn wel, uh, we weten dat uh, we, zoveel, allee, we zoveel mogelijk punten moeten pakken daar. Dus toch wel, uh, ja, we zijn daar wel van bewust. Ja. Is dat mentaal moeilijk voor een voetballer, zo, die, die druk? Of? Dus um, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat iedereen wel nog altijd bevrijd kan spelen. Um, en niet met... Ja, met de schrik op het lijf. Um, ik denk dat dat bijvoorbeeld dan de, de match tegen Knokke, misschien als je daar uh, in die verlenging zit, bij, bijvoorbeeld, dat was dan ook een moeilijk veld wel, natuurlijk. Um, maar daar zag je dat er misschien te veel jongens een beetje schrik hadden om echt nog te voetballen. En dat we dan ook um, niet meer tot kansen komen. Um, uiteindelijk hebben ja, we daar het geluk dat we met de penalties door zijn en, uh, en naar de volgende ronde. Um, maar ik denk dat dat gewoon een beetje het zwaar is van te veel druk te leggen. Um, dat sommige jongens misschien een beetje verkrampt gaan spelen. Dus ik denk dat we ik denk dat we zeker, um, zeker wel een gezonde, ja, een gezonde dosis drugs mogen. Geen drugs, een gezonde dosis <laughs> druk um, mogen leggen, maar dat dat inderdaad niet, uh, niet te veel moet zijn om, uh, om toch bevrijd te kunnen blijven spelen. Ja. Maar we hebben wel het gevoel van de nieuwe trainer is er nu uh, toch al een tijdje. Dus mm. Er zit wel een stijgende lijn in en we gaan daar gewoon op verder bouwen. Ja, zeker, zeker. Dat is de bedoeling ook. Ik denk dat we. Ook goede dingen to tonen tijdens de wedstrijd. En ja, het is nu wel uh, het belangrijkste, uiteindelijk om te winnen en uh, onze kansen af te maken. Ja. Misschien nog sportieve, positievere noten. We zijn door in de beker, uh, de kwartfinale. Uh, voor de tweede keer in de clubgeschiedenis uh, ja, tegen Antwerpen. Zijn jullie daar blij mee? Ja. Ja. Uh, <laughs> het is geen gemakkelijke tegenstander, maar uh, ja, het is nu uh, in één ronde, als ik, uh, als ik me niet vergis. dus... Ja, ja, elke wedstrijd waar we moe mogen gespeeld worden. Dus, uh, het gaat gewoon een uh, stevige wedstrijd. De het is wel de bedoeling om daar te gaan winnen, alleen hier thuis te winnen. Hebben ja. ja. jullie de loting een beetje gevolgd? Of? We waren we zijn op dat van, moment uh, op de club. We ja, ja. waren uh, wat uh, eten net daarna. Dus uh, we hebben nog samen op het grootscherm uh, gevolgd wat dat de loting zou zijn. Ja. Wat was het en... gevoel in de groep? Ja, eigenlijk toch wel zeer ja. positief. Ja. Um, vooral die beginfase waar uh, de ene na de, de, de andere topploeg werd uh, geloot, was ze wel van oké, okay, oké. Okay. En dan uh, uiteindelijk moet ik zelf zeggen dat dat misschien wel de beste loting is die het ja. kan zijn, omdat je nu één match hebt tegen een topploeg thuis, uh, wat ook een groot voordeel is. Um, en dan een halve finale tegen, tegen een op papier dan uh, kleinere ploeg. Um, dus ja, dat is misschien zelfs nog beter dan eerst een op papier kleinere ploeg te loten en dan misschien een halve finale tegen... Uh, een toploeg te moeten spelen. Dus um, ja, we gaan niet vooruitlopen op de, op de situatie. Maar ik denk dat het mooi is dat we, dat we echt wel een mooie match gaan hebben thuis. Um, waar dan hopelijk veel supporters aanwezig kunnen zijn. En dan, dan denk ik dat dat zeker een ploeg is die we, die we moeten aankunnen. Ja, we kijken er met z'n allen naar uit. Um, ja, ook. Misschien nog even over, over de nieuwe trainer. Is er voor jullie als verdedigers veel veranderd uh, met de nieuwe coach? Ja, het is een andere manier van uh, verdedigen. Dus dat is toch wel even aanpassen. Maar. Uh, ja, we, we, spelen. we hebben nu ook een paar wedstrijden met 4 van achter gespeeld, dus dat is ook een andere manier van spelen. Maar ja, dan moet je daar gewoon aan, uh, zo snel mogelijk proberen aan te passen. Hoe ja, vraagt hij dan anders dan, dan onder de vorige coach van jullie? Als daar jullie daarop willen ingaan? Ik denk dat een groot verschil wel is dat, uh, dat vroeger uh, voornamelijk manmarking is, Bas noemen we dat dan. Um, dus waarbij dat de, echt, ja, de speler die het bij u was, dat die werd opgenomen. Um, nu is dat iets meer vanuit positie. Uh, iets meer andere accenten. Um, ik denk dat we al veel gewerkt hebben op crosses. Uh, voorzetten, waar we, waar we te veel goals op pakken, uh, waar dat wel beter moet. Um, dus zijn dat toch een beetje de accenten zijn die, hij er, uh, die er probeert in te brengen en die wel meer en meer uh, ook in de ploeg komen. Ja. Ik voel dat dat ook, dat dat ook beter werkt, want uh, ik denk dat nou, ook tegen die topwedstrijden, we krijgen eigenlijk niet veel doelpunten tegen. Ja, ik denk dat dat wel een positieve evolutie was. Dat we, um, dat we de laatste match echt wel minder tegen goals pakken. Um, het zou mooi zijn als we ook echt een paar keer die clean sheet kunnen houden. Um, maar inderdaad, dat is al een positieve uh, evolutie, dat we, dat, we daar, uh, dat we daar beter en beter in worden. Um, want ja, het is, allez, ik kijk niet zo graag naar die statistieken, maar we waren een van de, van de slechtste defensies op papier. Um, en uh, ik denk dat dat wel goed is dat dat nu toch uh, begint te verbeteren. Ja. Jullie spelen uh, ja, sinds dit seizoen eigenlijk uh, samen uh -huh. in de defensie. Um, wat had jij eigenlijk verwacht dat Joel zich zo zou ontwikkelen dit seizoen? Ja, ik denk dat dat geen verrassing was voor niemand in de, in de ploeg. Ja, ik ken hem uh, sinds vorig jaar, begin van het jaar, wel al. Hij was uh, toen ook al bij de eerste ploeg. Maar vorig jaar was dat dan voornamelijk de trainingen. Um, hebben we op ja, training wel regelmatig samengestaan, maar, maar nog niet in matchen. Um, dus dat is ook nieuw sinds, sinds dit jaar voor mij, dat, dat ik hem echt leer kennen in de matchen. Um, en ik denk dat het ja, voor hem gewoon een, een zegen is dat hij zoveel matchen kan spelen dit seizoen. Um, ja, ik spreek uit ervaring als dat, dat dat voor een verdediger gewoon belangrijk is om, om match na match te kunnen spelen en, en ervaring op te doen. Um, ik denk dat dat voor een verdediger nog belangrijk is, belangrijker is dan, dan voor een aanvaller bijvoorbeeld, om, om echt gewoon, ja, ik zeg het, ervaring op te doen met matchen te spelen. Um, en ik denk dat je dat ook ziet dat hij, dat hij echt wel aan een sterk seizoen bezig is en, en echt aan het groeien is. Wat ja. zijn zijn uh, belangrijkste kwaliteiten? Ik denk dat hij sowieso uh, een stevig persoon is. Um, dus hard in duels. Uh, en daarnaast vind ik dat hij echt wel ook goed aan de bal is. Uh, goede infiltratie. Ik weet zijn in die buurtmatch waar, dat hij, waar dat hij een goal maakt. Dus uh, dat is wel een actie die, um, die echt wel in hem zit. Um, en ook met de nieuwe coach nu uh, is dat ook wel iets wat dan wat da van verdedigers wordt gevraagd om ook wel uh, die offensieve bijdrage te doen. En ik denk dat dat wel goed, goed is voor hem. Ben ja. je het daarmee eens, Jawel? Ja. Ik ben <laughs> hoe, 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 hoe beleef je zelf die, uh, die ontbolstering, als ik het zo mag omschrijven? Ja, natuurlijk uh, heel blij. Ja, dus, uh, zoals allez, vaak in het voetbal wordt gezegd, dat is natuurlijk heel snel gegaan, maar ik ben natuurlijk uh, heel blij. Want zoals het zegt, ja, het belangrijkste, zeker voor verdedigers, is om uh, de wedstrijd te spelen. En dat gebeurt nu. Dus ja, dat is de bedoeling, dat ik uh, de lijn doortrek. Ja. Um, hoe belangrijk is het voor jou om, om naast iemand als Ewout te kunnen spelen? Ja, ik denk dat dat natuurlijk veel helpt. Ook in mijn spel, omdat hij ook al veel wedstrijden gespeeld heeft in het profvoetbal. Dus dat is veel makkelijker. Hij wordt dus ook iemand die wel coacht. Dus ja, dat helpt mij ook in mijn spel, in mijn positionering, positionering tijdens de wedstrijd. Dus dat is natuurlijk veel makkelijker. Ja. Is jij ook na de training bijvoorbeeld of tijdens de training veel samen aan het praten rond hoe jullie het willen aanpakken en zo? Of hoe moet ik dat zien? Ja, want, ja, het is ook nu een nieuwe coach, dus er zijn dingen die veranderen. Soms spelen we met vier, soms met drie van echter. Dus er zijn sommige dingen die te aanpassen en uh, ja, we proberen elkaar uh, te helpen. Ja. Want Ewart, jij bent ook nog maar 23, ja. maar je draait wel al vijf seizoenen mee in eerste klasse. Uh, ja, dat is toch opvallend? Hè? Ja, dat is, um, dat is ja, vrij vroeg gekomen en ik uh, ben gewoon blij dat ik uh, eigenlijk sinds mijn debuut altijd wel, wel heb kunnen blijven spelen. Um, dat is gewoon iets moois dat ik. Uh, ik altijd wel mijn plaats in een, in een ploeg heb gehad. Um, ik denk dat het gewoon aan mij is om nu die lijn door te trekken en naar zoveel mogelijk matchen te komen op het einde van mijn carrière. Ja, ja want niet alleen dat, je bent ook je bent kapitein geweest bij Zulte Wagen. Mm -hmm. uh, je hebt nu de band gedragen tegen sint truiden en Knoeken. En ook bij de, bij de nationale ploeg al kapitein geweest. Uh, ben jij een geboren leider dan of hoe moet ik dat zien? ja, ik... ergens denk ik het wel. Um, trainers zien dat toch wel vaak in mij om, uh, om een leiderfiguur te zijn. Um, ik denk dat dat well, ook iets gewoon belangrijk is op die positie. Dat je wel uh, hebt het spel voor je, dat je dan, dan de spelers rond je en voor je wel aanstuurt. Um, dat is iets wat ik gewoon altijd wel probeer te doen. Um, en ik denk dat het inderdaad ook gewoon een beetje in mijn natuur zit om, uh, om wel gewoon uh, de leiding op te nemen. En, uh, en de mensen rondom mij zo goed mogelijk te helpen. Ja, nou, misschien moet ik de vraag aan Joël stellen. Is, is Ewa echt een leider voor jou? Uh... Ja, zeker, zeker. Uh, het, 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 het komt heel natuurlijk. Dus dat helpt ook veel, omdat uh, ja, je gaat uh, echt veel doen tijdens de wedstrijden, ook daarnaast. Dus uh, ik, zou, ik zou zeker zeggen wel. Ja. Uh, en neem jij dan ook, ga je dan ook bewust dat iemand als Joël extra onder de, onder de vleugels nemen om het zo te zeggen, of hoe... Het is zeker zo dat, dat ik ja, soms wel dingen zeg tegen wel van, um, van situaties die ik voordeden ja, waar dat er misschien een andere optie was of, uh, of iets beter kon of wat dat hij juist goed deed. Dat zeg ik dan ook wel. Um, dat is inderdaad zo dat omdat we de, dezelfde positie delen dat dat wel, wel gemakkelijker is. Ja, ik kan moeilijk tegen de spits gaan zeggen van, uh, wat dat hij moet doen, omdat ik ook niet weet wat, dat er, uh, wat dat er precies verlangd wordt van die positie. Dus, um, dus inderdaad naar... Een mede centrale verdediger toe is dan wel makkelijker. Nou, misschien eventjes naar jou, Johan, want je hebt ook wel best een, een bijzonder parcours afgelegd, denk ik, als voetbal, want je bent redelijk laat beginnen voetballen. Hè? Ja, toch ja. mijn aardig ja, zei, ik had geen keuze, want anders was ik vroeger begonnen. Maar ja, ik ben pas begonnen, uh, toen ik 12 was, uh, alleen met clubvoetbal bedoel ik dan. En ja, dus dat is uiteindelijk goed gekomen. Dus uh, dat is het belangrijkste. Ja, ja, want je staat hier nu dat je, je toen, ik was dat toen nog met het idee van ik wil. Ik wil ooit profvoetballer worden of dacht, ja, dit is gewoon... Ik denk wel dat veel jongens van die leeftijd profvoetballer willen worden. Ja, ik weet nog niet of dat echt mogelijkheid uh, mogelijkheid zijn, maar ik, ja, ik, dat was een droom die ik had, dus uh, ik denk het wel, ja. ja. En het parcours dat je daarna hebt afgelegd? Uh, ja, ik ben daarna dus naar uh, andere lichthuizen gegaan. Ik heb daar een paar jaartjes gespeeld en uiteindelijk uh, ben ik hier uh, aangekomen in de U18. Dus toen ze uh, yeah, overstapten van... Uh, het was voor U16, U17, U19 en toen uh, gewisseld. Dus ik deed het wel mee met een, met een jaartje ouder. En uh, ja, uiteindelijk dan uh, U23, uh, U21, U23 en uiteindelijk uh, in de eerste ploeg. Ja, ja, want dat is op zich ook wel opvallend. Bij Anderlecht zat dat niet neerpeden. maar Bij ja, de provinciale ploeg? Ja, dat was dicht bij mijn huis. Uh, ik ja, me daar ook komen ophalen. Met natuurlijk, uh, is al eerder uh, gezegd dat het, ja, als het goed gaat, dat ik misschien naar uh, de eliteploeg kon gaan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd en uh, ik ben uh, dus naar Leuven gekomen. Had je toen nog, uh, uh, toen je bij, bij Anderlecht uh, zat. Had je toen kunnen denken dat je hier op nu zou staan, eigenlijk, waar je nu staat? Uh, nee, niet speciaal op dat moment, zeker niet. Maar ja, toen, ik, uh, toen Leuven mij kwam uh, ophalen, dan op moment, allez, toen ik hier terecht kwam in 2018, was dat wel de bedoeling. En uh, dat is uiteindelijk goed gelopen, dus uh, ik ben daar wel echt heel blij mee. Ja, want, uh, wat zijn jullie ambities of, of dromen eigenlijk nog in het voetbal? Uh, ik denk wel zeker uh, in, in goede ploegen spelen en in, uh, in de top 5 competities spelen. Ja, eeuwoud. Ja, um, ik moet zeggen dat ik, <coughs> pardon, dat ik daar op zich niet, niet zo heel veel mee bezig ben. Voor mij is mijn doel gewoon om, uh, om seizoen na seizoen te verbeteren. Um, en ik denk, ja, ik heb nu wel al vaak tegen degradatie gespeeld. Um, het zou mooi zijn om ook een keer bij, bij een ploeg terecht te komen waar ik echt voor de titel kan spelen. Um, dus dat is zeker een doel, uh, om die stappen nog te zetten en dan. Blijf ik toch ook, um, omdat ik al die jeugdreeksen van Nationale Ploeg heb meegemaakt, zou het, zou het een mooi ultiem doel zijn om, uh, om ook ooit bij de Rode Duivels terecht te komen. Ja, want je was deze zomer mee naar het EK, e -E was het zeker? Ja. Um, ja hoe was dat? Want al, was dat een teleurstelling voor jou, maar je daar één minuut gespeeld hebt? Of? Ja, toch wel. Um, omdat ik elke minuut gespeeld had van de, van de kwalificatiecampagne. Um, ik denk dat ik daar ook wel belangrijk was voor de ploeg. Um, dan is het spijtig dat je dan op moment, al ja, het grote moment waar je dan naar, naar uitgekeken hebt, dat je daar geen minuut maakt. Um, dus dat was wel een frustratie, inderdaad. Nou, ja. Ja, dan nu extra motivatie misschien om nog Zeker beter vast. te doen. Zeker. Aan ja. vast. Uh, ja, misschien even genoeg over voetbal. Uh, waar houden jullie je nog mee bezig, Alex, zo buiten het voetbal? Uh, <laughs> <ja. laughs> ik denk dat ja, voetbal neemt ook wel een, een groot deel van onze tijd in beslag neemt. Maar ik vind het ook altijd wel leuk, met vrienden, om. ja, uh, soms is uh, iets te gaan doen naar de cinema gaan of uh, samen iets te eten. En uh, ja, gewoon tijd uh, ja, gewoon met mijn familie of met mijn vrienden. Gewoon uh, ja, een goede tijd hebben. Ja. Dat is wat ik het, vaak, het vaakste doe. Ja, want jij, Je bent van, van Brussel, hè? je ja. woont daar ook nog? Of, uh? Ik woon daar nog ja, bij ja. mijn ouders. Ja. Okay. Okay, en daar veel vrienden dan? Ja, uh, van, uh, van school, van, uh, ook van de voetbal maar dan van andere ploegen. Dus. Het is een uh, stad met veel, uh, ja, met veel mensen, dus je kent daar ook veel mensen. En dat is wel tof. Ja. Okay. En ja, jij studeert nog zeker? Dat klopt, ja. Um, ja daar ook ik mij wel een beetje be mee bezig inderdaad, naast het voetbal. Um, ik doe nu een opleiding rechtspraktijk. Ik heb eerder een opleiding uh, vastgoedmakelaar gedaan, maar die uh, ja, succesvol afgerond, dus als uh, iets afgevingd was. En dan nu met rechtspraktijk begonnen. Um, daar op het gemak een beetje mee bezig uh, via afstandsonderwijs. Dus uh, en voor de rest sluit ik mij aan bij zowel uh, ook wel een familiemens. Um, dus graag gewoon op een vrijdag bijvoorbeeld ga ik naar mijn familie of naar uh, bij mijn vriendin thuis. Um, dus ja, daar uh, spendeer ik ook uh, graag tijd. Ja, want ik herinner me nog denk ik, de dag dat je tekende bij Olaf Leuven kwam je rechtstreeks rechts van een examen, dan. Uh, naar... De dag dat ik tekende niet, maar ik ben toen aangesloten op stage ja. uh, in Nederland. En toen moest ik wel nog een keer een dag terug. Uh, voor nog een examen, uh, mijn eindexamen van vastgoedmakelaar toen, uh, toen te gaan afleggen. Dus, uh, dat was direct een, een mooie entree dat ik uh, dat ja. pas was toegekomen, maar na twee dagen wel al een keer een dag terug moest. Uh, maar daar was, uh, mijn, ja, absoluut geen, uh, dat was absoluut geen probleem. En ik uh, kon gerust een keer op en ja. af terug. Uh. En is het echt nog een bedoeling dat je na je carrière met die studies concreet iets gaat doen, of, of mm -hmm. ben je nog aan het twijfelen? Of ja, op dit moment weet ik dat nog niet. Um, wat ik echt wil doen na mijn carrière is nog een, een vraagteken. Maar ik wil nu gewoon zorgen dat ik zoveel mogelijk opties eigenlijk open heb. Um, daarom dat ik na die, vas na die opleiding vastgoedmakelaar nu nog aan iets anders begonnen ben. Dus dat is gewoon een beetje om, um, om ja, al mijn opties open te houden. En dan uh, zie ik wel als mijn, mijn einde nadert um, ja, welke richting dat ik uit wil. Ja. En jij Joël, zou wel uh, studeren tijdens uh, bestaan als profvoetballer, zou jij dat zien zitten? Uh... Ja, op dit moment eigenlijk niet. Want ja, dat, is, dat is iets dat niet makkelijk is ook na de training. Want ik, heb ook, uh, ik zat ook op school en ik had het altijd te moeilijk om uh, te studeren na, na bijvoorbeeld een training. Dus ik kom dan nu morgens trainen omdat je dan wel een beetje moe bent. Je wilt uh, iets rustigs doen. Dus op dit moment niet. Misschien na mijn uh, carrière misschien wel, maar nu niet meteen. Hè. Ja. Ja, eind deze maand komen de feestdagen er ook aan. Um, ja, kunnen jullie eigenlijk een beetje vieren als voetballer zo, tijdens de feestdagen? Kerstmis is sowieso moeilijk, omdat ja. er het kerstvoetbal is natuurlijk. Um, dus dan uh, ja, spendeer ik wel de, de tijd met de familie, dat is zeker wel. Ik probeer er zeker bij te zijn. Um, maar dat is wel mijn aangepaste maaltijd dan. Um, dus dat zijn een beetje de opofferingen die, die we moeten maken. Um, dat dan een pasta-maaltijd zal zijn in plaats van. Ik weet nog niet wat als ze gaan eten, maar Kalkoen misschien, ik weet het ja. niet. Geen kroketjes. Dus, uh, het zal, ja, het zal niet meer kro kroketjes zijn inderdaad. Nee. Um, maar ik zeg het, zolang dat ik erbij kan zijn, uh, is dat sowieso al, uh, al tof. En dan uh, die opofferingen die er, um, die er dan moeten zijn van het eten en van een beetje vroeger te gaan slapen, dat, dat neem ik er dan wel bij. Ja, jij zo wel. Ja, mezelf een beetje. Ja, het belangrijkste het is het uiteindelijk om toch met je familie te zijn. Ja, dat is wel mogelijk. Dus, uh, en daar dan uh, een goede tijd mee, mee samenbrengen, maar anders ja. minder eten, misschien ook geen dessertje pakken, maar we een we de wedstrijd, Allee, we hebben een wedstrijd, de 26e denk ja, ik. Tweede kerst. Hè. dus ja, we gaan uh, niet te veel mogen eten natuurlijk, maar geen keuze uiteindelijk. uiteindelijk ja, wat vinden jullie daar eigenlijk van, van dat kerstvoetbal? Ja, dus, ik denk dat uh, ja, dat, is al een lange, lange tijd mee bezig, ook in andere landen, dus dat is iets dat we wel weten, dus ja, dat is uh, Schoon dus aanpassen en uh, ja, een wedstrijd spelen en dan ja. terug naar huis gaan. Dus. In Engeland is het echt een traditie, maar mm -hmm. ja, hier in België. Ja, ik heb de indruk dat ze dan een beetje wouden uh, overnemen, die traditie, maar dat dat hier toch minder aanslaat. Um, dus ja, denk, voor mij is dat niet, niet echt nodig. Ik denk dat um, de bezoekersaantallen toch ook wel in die periode vaak iets minder zijn. Dus, um, dus misschien is dat iets dat moet bekeken worden. Maar anderzijds, um, ja alleen moeten die matchen wel gespeeld worden en, uh, en anders worden die weer opgeschoven naar voren of... Uh, op zich ja, maak ik er mij geen druk om, het is, uh, het is nu zo en uh, voor mij maakt het niet zo uit. Ja, gewoon uh, niet nadenken en doen. Ja, inderdaad. <laughs> okay. uh, ja, en dan hebben jullie ook nog een uh, weekje vrij hopelijk, en wil je daar plannen? Uh, <laughs> ik heb plannen, maar het is nog niet bevestigd, dus uh, ik kan misschien een vakantie gaan een paar dagen. Ik kan sowieso met mijn familie blijven voor kerst en ja, de paar dagen daarna, want we hebben toch wedstrijd tot de 26e. Dan misschien wel een paar dagen op vakantie, maar de bestemming is nog niet zeker. Ja. Ja. Ik zit met een, uh, een vriendin die in de blok zit, uh, dus voor mij is, uh, ja, komt er geen vakantie aan te pas. Nee. Um, maar zal dat vooral een keer vaker naar, uh, naar mijn familie gaan zijn. Um, nu dat je daar echt een keer meerdere dagen kunt zijn, is dat, wel, uh, is dat ook wel tof. Um, en anderzijds een beetje mentale steun zijn. Ja, ja, ondersteunen en uh, ja, Ik zelf ook samen. een examen ja. begin januari. Dus, uh, ja, okay. Ook zelf ja. nog een beetje studeren. Ja, ja. <laughs> ja, want begin januari gaan jullie ook op, uh, op stage naar, naar Spanje mm -hmm. om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. Ja, is dat iets waar je als voetballer. Kijk je daar wat tegenop? Uh, omdat dat meestal wel redelijk intens is. Of is dat mm. toch een fijn moment om eens ergens anders uh, samen met het team uh, te werken? Ik denk dat het zeker fijn is als de, uh, de weersomstandigheden hier. Ja, het niet toelaten om, om echt goed te kunnen trainen, dan is dat zeker, zeker leuk dat je, dat je daar in goede omstandigheden kunt gaan trainen. Um, en anderzijds, is dat inderdaad een, uh, een periode waar dat je weet dat dat, dat dat een week hard trainen wordt. Um, echt wel voorbereiden voor dat tweede deel van het seizoen. Maar dat is gewoon nodig. Um, dus ja, ik denk dat dat, dat, dat iets is wat we allemaal wel gewoon zijn, uh, dat dat erbij hoort die eerste week. Dus, um, dus ik kijk daar zeker niet tegen op. Nee. Ik ja. je de indruk dat de nieuwe coach er een pittig programma van gaat maken. Of... Ja, daar wordt soms uh, al een keer over gesproken. Van, uh, wat we daar eigenlijk ja. van, uh, van moeten verwachten. Het is een beetje onwetendheid uh, momenteel. Dus ja, ik denk dat dat wel een beetje. Uh, zoals bij elke ploeg, dat dat sowieso wel, uh, wel pittig zal zijn. En, uh, en dat er stevige trainingen zullen zijn. Um, maar er wordt soms al een keer. Uh, ja, zo gesproken, van, ja, zouden we, we ochtendlopen hebben, zouden we, zo, ja, zouden we lange trainingen hebben, zouden we harde trainingen hebben. Dat is wel iets wat, da, wat da momenteel wel, wel leeft in de groep, ja. Oké, okay, ja. binnenkort gaan we het weten. Tezamen, tezamen. Nou heer, bedankt om uh, hier te zijn. Geen en, probleem, plezier. Uh, nee, te te tweede aflevering afsluiten, bedankt voor het luisteren en tot later.